De Centrale Bank van Suriname hanteert vanaf 1 maart een minimumkoers van 14 SAD 29 en een maximumkoers van 16 SAD 30 voor 1 US dollar. Prinobi Bisesur, hij is voorzitter van de deviezencommissie, zegt dat er meer maatregelen zijn genomen om rust en stabiliteit te brengen op het koersenfront. Ingaande 1 maart zullen exporteurs al hun exportopbrengsten moeten repatriëren naar Suriname. Verder moeten exporteurs en cambiohouders een deel van hun vreemde valuta omzetten in Surinaamse dollars. En importeurs mogen voor hun importen uitsluitend betalen vanuit de Surinaamse deviezenbanken. Deze besluiten in samenhang gezien beoogden de volgende doelen te bereiken. Het verhogen van het aanbod aan vreemde valuta voor importen, waardoor de druk op de wisselkoers zal afnemen. Het versterken van de internationale reserve van de centrale bank, waardoor de centrale bank beter in staat wordt gesteld om te interveneren op de valutamarkt. Het verhinderen van speculatie bij de Surinaamse dollar ook buiten de landsgrenzen. En het bestrijden van trade-based money laundering. Laten we allereerst vooropstellen dat het niet de bedoeling is om onevenredige hindernissen voor ondernemers op te werken. In onze besluitvorming zoeken we steeds een balans tussen enerzijds het implementeren en handhaven van een duurzaam deviesbeleid in het belang van de samenleving, burgers en bedrijfslieden. En anderzijds het zoveel mogelijk waarborgen van het vrije handelsverkeer om de productiesector in ons land zoveel mogelijk te ruimen. Bisesur zegt dat het doel van het repatriëren van de exportopbrengsten is dat er vreemde valuta terugvloeit naar ons land. Deze valuta kan gebruikt worden voor importen en is een aanvulling van de internationale reserves van de Centrale Bank van Suriname. En daarmee wordt een afname van de druk op de wisselkoers tussen vreemde valuta en Surinaamse dollar bereikt. Dat zal leiden tot verdere stabilisatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de deugdelijke controle door de douane op de exportwaarde van de geëxporteerde goederen noodzakelijk is. Omdat anders een risico wordt geïntroduceerd op de facturering, waardoor alleen de exportopbrengsten op de factuur snel worden gerepatrieerd en de exportopbrengsten daarboven tot in de buitenland blijven staan. Dus de controle van de douane op exporten, met name de juistheid van de opgegeven waarde en volumes, zal in samenwerking met de autoriteiten, aldus Prinobi Bisesur, hij is voorzitter van de deviezencommissie. Hij sprak vandaag op een persconferentie in verband met de aankondiging van de minimum- en maximumkoersen en overige noodzakelijke maatregelen.